even een kruisverhoor afnemen. Allereerst Jan Mulder, gefeliciteerd. En links van mij zit Johan Pitstra, trainer van VEV. In het verleden een keer algeheel amateurkampioen geweest van Nederland. En ook, als ik het goed heb, Johan, amateurspeler van het jaar. Ja. En ik stel me zo voor, ik hoorde wat in de ballen gaan van, als je als trainer hoort van, hey trainer, ik ga 27 september trouwen en ik nodig mijn hele team uit. Wat gaat er dan door je heen? Ja, niet doen. Moet je niet doen tijdens de competitie. Dat is een hele duidelijke boodschap. Nou, het weer ook, hè. Het weer zit ook niet mee deze tijd. Dus wat dat betreft zou ik het in juli pakken. Ja, nou, dan ben ik het wel met je eens. Maar ik begrijp dat het hele team met feesten is geweest gisteravond. En dat is natuurlijk nooit een hele goede voorbereiding. Ik heb ze allemaal naar huis gebracht rond uur of drie. Nou, dat zijn genoeg, hè? Ja. Ja. En wat ging er vooral mis vanavond? Ik denk dat we moesten ons toch wat aanpassen op de selectie op het moment even. We hebben 4-4-2 gaan spelen. Het mooie was dat Baro ook met vier man achterop bleef staan en dat deden ze gewoon heel goed. Daarvoor hadden ze over de zijkant, vooral op de rechterkant, heel veel ruimte. Daar hadden we het heel moeilijk mee. Ik vond dat de eerste helft van Baro beter was dan ons. Vooral misschien hadden we al 3-0 achter moeten staan. Zo kijk ik ernaar. De tweede helft zijn we met drie spitsen gaan spelen. Hadden we iets meer overwicht. Misschien iets meer overwicht tot aan de 16, dat we aardig mee konden voetballen. Maar we hebben veel te weinig gecreëerd. We waren er vandaag niet goed genoeg. Nee, en dat was ook. Dat viel mij ook tegen. Maar goed, dan hoor je op een gegeven moment wat daar de redenen voor zijn. En je moet altijd kijken naar het materiaal wat je wel hebt. Dat is ook zo'n cliché. Maar jij wist er nogal wat, had ik gehoord. Dan missen we wel wat jongens. Dat is dan altijd jammer natuurlijk, vooral het begin van de competitie. Maar goed, daar heb je mee te doen en dat hebben we vandaag ook geprobeerd. Maar als je vandaag over de standaard situatie ziet bij ons, de vrije ballen, de corners, waar je dan wel iets uit zou kunnen halen. Ja, dat ging gewoon niet goed. Dat was gewoon slecht. Ja, dat is diplomatiek uitgedrukt. Hè? En op een gegeven moment gaat alles mis. We gaan even naar de winnende trainer. Wat ging er vorige week mis? En wat ging er vandaag juist goed? Ja, dat ging vorige week mis. Ik vond dat wij met name nu vandaag veel beter te zien dat we dat graag willen winnen. Dat we in de organisatie veel beter stonden dan vorige week. Daar zat een grote verschil in. Bijvoorbeeld de twee spitsen hadden we vorige week ook. Daar vond ik heel veel moeite mee. Dus dat hebben we deze wedstrijd aangepast. Nou, dat pakte ik goed uit en daar zat wel een verschil in voor. Wat mij opviel is dat de keeper nogal de achterhoede bij moest sturen. Waarbij de centrale duo elkaar vaak aankeek van, hey jongens, wat moeten we doen? Een stuk onzekerheid. Heb jij dat ook gezien? Dat zijn broers van elkaar en ik weet niet wat zij bespreken de hele week, maar ze moeten in ieder geval wat meer met elkaar praten. Dat is denk ik heel belangrijk. Als we kijken, denk ik op basis van hun nou. Maar goed, het is voor met name Dennis een nieuwe positie. Hij heeft vorig jaar altijd rechts de vleugel gestaan, dus dat heeft ook echt tijd nodig. Tevreden over de rechtsback? Mellen. Ja, dat is nieuw bij. Dat moet alleen maar winnen, denk ik. Dat heeft vorig jaar heel weinig gespeeld. En ze hebben nu volop in de voorbereiding meegedraaid. Dus die komt er zeker aan en ik zie hem per week sterk worden. Ja, en dat hebben wij ook kunnen zien. Fysiek lekker aanwezig. En ik denk dat hij absoluut zijn draai wel gaat vinden. Je had ervoor gekozen om Tom Boeseroy de tweede helft in te brengen. Ja, dat blijkt nog een heikel punt te zijn. Maar dat is tussen Tom en mij. We hebben een goed gesprek erover gehad. Ik vond Tom nog niet fit om 90 minuten te spelen. Nou, dan geef je vorige week vertrouwen aan een bepaalde basis zelf. Daar speelden een aantal jongens misschien niet zo goed.
maar het gaat wel om vertrouwen. Nou ja, vandaag breng ik Tom en dan zie je een aantal keer dat hij heel gevaarlijk is. Maar goed, er zijn ook op momenten dat hij iets gaat verbeteren. Daar werkt hij hard aan en voor hem was het ook wel een speciale wedstrijd. Maar goed, ik heb te maken met mijn groep en niet met een individuele speler. En daar baseer ik mijn beslissing op. Ja, en dan pak je 3 punten. Dan ga je volgende week al met een heel ander gevoel naar Bergen toe als dat je hier 0 punten had gescoord. En in totaal iedereen dan ook steeds 0 punten had gehad. Ik denk dat jullie ook met iets meer vertrouwen afrijden. Klopt, dat is belangrijk. Ik zei na 7 van vorige week dat het erg belangrijk was om VVV vandaag te treffen. En dat wil ik niet te kort doen aan andere ploegen. Maar goed, dat is wel belangrijk. En dit werk wel door naar komende dinsdag lekker op het een. Dat denk ik zeker. Als vanavond ook nog een feestje kunnen doen. Dan denk ik dat wij met het goede team naar Bergen kunnen. Ja, feestje gevierd na de wedstrijd. Johan, hoe ga jij de zaken lijmen? Hoe begin je de eerstvolgende training? Kijk, dinsdag doen iedereen de volstap en dan zullen we moeten herstellen. En dan zullen we bezig zijn met de volgende week. En tegen wie moet volgende week de strijd aangebonden worden? Thuiswedstrijd? Nee, we moeten uit naar Veenwouden. Uit naar Veenwouden. Altijd moeilijk. Dat je zegt het. Oké, bij de heren.